Oké, Martien, ik heb zo zin in deze aflevering, want we hebben echt geniale kandidaten. Ja, ik heb zo zin. Weet je welke ik dus geniaal vind? Nou, wie? Chantal. Van het zaad. Oh, zij met hier al die tatoeages. Ja, precies. Die wil zo snel mogelijk een kind. Ja, moeten we niet gaan nu? Ja, kom, gaan. Oh, dat kan jij, kom. Oh, dan ga ik maar mee. Heel erg bedankt voor het komen. Nou, nee, okay. Brits, dat vind ik lullig. Ja. Nee, hoor. Dat moest. Oh, dat moet. Sorry, ja. Je moet erin. Ja, je ziet mij zo nog wel even. Doen we nog wel een bijtje. Oh, bedankt. Als ik kijk naar de Chinese theepot, dan denk ik dat die heel duur is. Hij staat ook, hij glinstert ook, dus ik denk, die moet ik niet nemen. Nee, dat is juist niet goed hoor, glinsteren. Hij moet juist mat zijn. Nee, we mogen niet adviseren. We mogen niet adviseren. Oh, nou ja, wat maakt dat nou uit? Oh, sorry. Ik weet toch helemaal niet wat het kost? Nee, dat is waar. Nou, dat maakt helemaal niet uit, Britt. Oh, sorry. Chantal, wij weten iets van jou en we durven het allebei niet echt te zeggen. Er staat zeg maar hier dat als jij niet binnen een jaar een baby hebt, dat jij gewoon zaad tot je neemt en dan gewoon denkt, ik neem gewoon die baby. Ja, sorry. Ik heb inderdaad gezegd, als ik binnen nu een jaar vrijgezel ben, dan ga ik gewoon een avondje uit en dan pik ik er eentje uit waar een beetje inhoud in zit als ik een goed gesprek mee heb. Ja. Ja, nou ja, ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja, nee. Ja, nou ja, wat moet je dan wachten tot je 50 bent en dan kan het niet meer. Dat is de optie, dus ik vind... Nee, kind. Nou, Chantal, heel Nederland weet het nu. Ik zou zeggen, dit is een nationale waarschuwing. En kom je er wel tegen, denk je wel, hier wil ik een leuke baby mee maken. Ja, van harte gegund. Friesland, dat zijn dus serieus leukere mensen dan alle mensen in Nederland. Ja, dat weet ik toch. Friesen. Ja. Friesen zijn nog, als je daar fietst, zeggen ze nog hoi, ze zijn normaler. Ja. Friesland is een soort van een beetje stil blijven staan in de tijd van, nou, net na de oorlog. Maar alles is nog gewoon leuk en echt en lief. Ja, precies. Ja, oké. Ja, het blijft wel positief gelukkig wat je zegt. Ja, nee, klopt wel. Waar kom je vandaan, Henny? Valkenswaard. Onder Eindhoven. Oh, dus je moet nog een heel eind rijden. Ja. Okay. Nou ja, gelukkig ben je voor donker toch nog thuis. Ja. Het is al donker. Ja, dat is niet leuk om te zeggen, Brits. Nou, zal ik je wat over Snoopy vertellen? Snoopy is gemaakt in een van de oudste speelgoedfabrieken van de hele wereld, deze Snoopy. Hij is gemaakt van mohair, oftewel wol van een angora-geit. Oh. En daarom is hij zo duur. Ja. Fantastisch. Maar ja, hoe leuk dit eigenlijk een geit was. Ja. Ruud is dus een soort van geweldige leraar, maar ook een hele gevaarlijke leraar. Want we hebben gehoord dat jij allemaal ontploffingen in je klas tot stand brengt. Ja, ja, ik altijd wel gewoon veilig hoor. Maar ik ben inderdaad scheikunde docent. En ik hou er wel van om dingen spectaculair te doen. Je moet je vak toch een beetje verkopen aan leerlingen. En daar hoort af en toe een explosie bij of een mooie vlam. En is het wel eens misgegaan, jouw ontploffing in de klas? Nou, ik heb wel in het plafond zitten wel een paar kringen van een blik wat ontploft. En de deksel wilde wel eens tegen het plafond aankomen. Dat is enig. Enig? Je wilt toch Klaartje niet bij Ruud in de klas hebben, of wel? Oh, maar het zijn toch niet zulke kleine kinderen? Nee. Scheikunde heb je nog niet. Nee, precies. Nee, nee. Oh ja, die zijn natuurlijk al wat. Ja, precies. Ja. Ja. Jeroen, aan wie vertrouw jij dit toe? Ik vertrouw het aan mijn neef en ook mijn beste vriend. Alleen, vooral omdat hij heeft veel geld. Dus als het hier fout gaat, dan vind ik dat hij me in ieder geval een deel van het eindbedrag moet betalen. Wat? Is dit slim? Ja. Dus jij zegt eigenlijk gewoon als jouw neef als eerste of als laatste terugbelt, is het gewoon dankzij jou heb ik de finale niet gehaald. Precies. Geef mij het bedrag wat ik zo had opgeschreven. Nou, een deel in ieder geval dan. Dat wordt nog een hele strijd. Ja. Met Jeroen en die neef. Ja. Oh, beste vriend. Wat verschrikkelijk. Weet je het zeker? Nee, maar ik doe het ja, wel. Ja, je moet wat. Ja, ik snap jou volledig. Ja, je moet wat. Opgeslagen. Je kan niet meer terug. Er is dus een winnaar bekend. Ja, natuurlijk. Er is een winnaar bekend. Alleen, wij weten nog helemaal niks. Ik ga even de tablet naar mij toenemen. Ik laat nog niks zien. Nee, want voordat we jouw bedrag bekendmaken, Marjolein, laten wij nog heel eventjes zien welke bedragen Dirkje en Jeffrey hebben opgeschreven. Oh, ik weet het. Ja, ik zie het nou. Wie is? Oh, wat erg. Nou, ik... Dirkje, Jeffrey, Marjolein, daar komt hij. Ik ga het zeggen.
13.271 euro. Dus dat wil zeggen... Dat je hebt die de winnaar is vandaag. Ja, je zit ditje onder. Oh, we hebben komen naar je. Je mag in het midden gaan staan. Jeffrey, oh, ik geef je wat te vangen. Laat mij zo maar op. Ja, nee, dat jij nog. Jeffrey, jij bent de hele aflevering geen één keer first en geen één keer last geworden. Dat betekent dat jij de ultieme middenmotor bent van vanavond. En je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Cheers, proost. Nou, dan gaat je vervulling toch nog. Je wens in vervulling met z'n gamer. En je bent welkom, hè. Je bent Wij gaan de hele avond. La, 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 la. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.